Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit Brandweer Haaglanden, waaronder de Meldkamer Brandweer, de Geneeskundige Meldkamer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio, de GOR. Samen bestrijden en coördineren wij incidenten om crises te voorkomen. Het jaar 2020 stond in het teken van het coronavirus. Veel maatregelen zijn genomen om het virus buiten de deur te houden, zodat de burger 24/7 op de hulpverlening kon blijven rekenen. Maatregelen werden genomen om de hygiëne te waarborgen. Thuiswerken werd de norm voor kantoorpersoneel en in een nieuw ontwikkelde studio werden online vakbekwaamheidsactiviteiten aangeboden. In maart werd de regionale coördinatie en verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, veiligheidsbrillen en handschoenen, belegd bij de GOR. In totaal hebben zo'n 60 medewerkers gewerkt aan het verspreiden van maar liefst 2,5 miljoen beschermingsmiddelen aan zorgpartijen, zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en huisartsen. Het werk van de brandweer in Haaglanden ging met wat aanpassingen gewoon door tijdens de coronacrisis. In totaal gingen wij ruim 13.000 keer de straat op voor een incident of hulpverlening. In januari 2020 startte een campagne om nieuwe brandweermensen te werven. Het selectietraject is coronaproof gemaakt en de werving heeft 21 nieuwe collega's opgeleverd. In april 2020 is brandbestrijding als specialisme, het BAS-team, operationeel gegaan en is meerdere keren ingezet. Zoals bij de zeer grote brand bij een recyclingbedrijf in Zoetermeer. In de zomerperiode is de VRA verantwoordelijk voor de strandbewaking van het Haagse strand en levert hiervoor lifeguards, samen met de Reddingsbrigade Den Haag. Bij reddingen in zee wordt samengewerkt met diverse partners. Het Surf Rescue Team van de brandweer is het hele jaar door beschikbaar. In oktober 2020 is het landelijke nummer 0900 0904 in gebruik genomen voor alle brandweermeldingen zonder spoed. Hierdoor blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende situaties. Ook in 2021 staan wij weer voor je klaar. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.